eeuwenlang vonden mensen hulp en ondersteuning bij familie en buren. Of via organisaties van de gemeenschap waar je bij hoorde. Hulp was dichtbij. Als je honger had, ziek werd of geen dak meer boven je hoofd had. Je hoefde er niet naar te zoeken. Met de industrialisatie raakten mensen op drift en streken neer als sprinkhanen in de sloppen en stegen van snel groeiende steden. Grote gezinnen huisden in kleine, vochtige kamers waar frisse lucht en daglicht zelden doordrongen. Besmettelijke ziekten als cholera, tyfus en tuberculose maakten veel slachtoffers. Extreme armoede en drankmisbruik gingen hand in hand. De behoefte aan hulp was groter dan ooit. Die hulp werd vooral geboden door caritatieve instellingen. Binnen de eigen zuilen wisten zij gelijkgestemden goed te bereiken. Maar die liefdadigheid ging wel vaak samen met stevige bemoeienis met het persoonlijk leven van degene die afhankelijk was van de hulp. Met de opbouw van de verzorgingsstaat, de ontzuiling en de vergaande individualisering werd de wereld groot en ingewikkeld. We hebben nu een rijker hulpaanbod dan ooit, maar die hulp is niet meer vanzelf te vinden. We hebben talloze loketten, ingangen en nog veel meer regels gemaakt. Wie in de schulden raakt, of dakloos, is één muisklik verwijderd van een waaier aan voorzieningen. Tegelijkertijd zijn die heel moeilijk bereikbaar. Hoe hebben we de wereld van praktische hulp en ondersteuning zo groot en ingewikkeld weten te maken? De drempel zo hoog. Het aanbod is niet het probleem, maar de toegankelijkheid. Daar ligt onze opgave. Vereenvoudig de regels en herstel de verbinding in de wijken. Maak van die loketten fijne huiskamers van de buurt, waar professionals, inwoners en vrijwilligers elkaar ontmoeten en samenwerken. Waar een luisterend oor is voor ieder die dat wil of nodig heeft. Waar praktische hulp dichtbij is. Maak de wereld klein en concreet. Herstel de verbinding.